Tadaa! Wauw! Het ziet er mooi uit. En zou je het leuk vinden om nu een paar balletpasjes te leren? Ja. En niet zomaar naar ballet, maar hier naar het Nationale Ballet. En die treden op over de hele wereld. Hi Nancy! Hallo! Jij danst bij het Nationaal Ballet. Klopt. En hoe ben je er eigenlijk bij gekomen? Nou, ik heb de balletacademie gedaan voor 10 jaar lang. En toen ben ik eigenlijk hier aangenomen. Oh, wauw, mooi dit. Ja, hier treden wij dus altijd op. En dan kunnen er wel 1600 mensen in. Hoe voelt het nou op zo'n podium te staan? Ja, je geeft gewoon je hart en je wilt het publiek meenemen in je dans. En het is ja, een heel bijzonder en prachtig gevoel. Nou, hier worden dus alle kostuums gemaakt. Supermooi, zeg. Ja. En we hebben zo'n 300 kostuums per voorstelling. Zo. En dan heb ik nog een verrassing voor je. Mag je deze ballerina-jurk aan? Echt? Wauw! En dit is de ultieme jurk die elke ballerina aan wil. Oh, ik ben echt heel benieuwd hoe deze jurk er gaat staan. Tadaa! Wauw! Het ziet er mooi uit. En zou je het leuk vinden om nu een paar balletpasjes te leren? Ja. Ja? Oh, balletles! Clara, die gaat met je meedoen. En dan beginnen we in de eerste positie. Dan doe je een plié en dan ga je op de spitsen. Ja, ik voel het ook wel om die spits, hoor. Ja, ja. Nu de tweede positie. Plie en strek. En dan tandu opzij. En dit is de derde positie. Goed zo. Ja. Ik ben niet zo lenig. Het is wel heel zwaar, hoor. Dit is wel heel leuk. Ik vind het echt heel cool om te leren. Maar dit is topsport. Goed zo! Echt heel erg bedankt. Ik vond het helemaal fantastisch. Ja, je hebt het ook heel goed gedaan en graag gedaan.